Wij gaan met elkaar zingen, Psalm 130, dat doen we met de woorden van lied 60. En tijdens het zingen van dat lied zal ook de collecte zijn. De eerste collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente. En de tweede voor de evangelisatie dat we mogen doen. En nou, van de zomer hebben we bijvoorbeeld weer de kinderfeestweek. Dan nodigen we de kinderen hier uit de buurt uit. En waarschijnlijk weer een barbecue of iets dergelijks aan het eind, waarbij de ouders weer welkom zijn. Nou, het zou mooi zijn als dat ook weer lukt. Dus van harte bij u en jou aanbevolen. We gaan samen voor de derde keer nu opnieuw nadenken over de eerste brief van Johannes. Deze keer gaat het over het gedeelte waarin met name de stem van de verdediging klinkt. En daar mogen we ook naar luisteren. We gaan daarna, na de preek, met elkaar nog zingen lied 461. Mijn Jezus, mijn Redder. Laat dat onze blijdschap zijn. Stond nog gelukt. Fijn dat het voor elkaar is met de PowerPoint. En ik denk dat jij hem even moet bedienen nu. Hè? Dus dan geef ik het wel even aan steeds, Jasper.
Heb je wel eens hulp nodig gehad? Dat je echt dringend verlegen zat om hulp. Je was onderweg naar je vakantiebestemming. Ik hoop niet dat het gebeurt. En dan ergens halverwege, dan sta je met de caravan of de aanhanger met de tent erin. Motorpech. En je hebt geen idee wat het is en wat er aan de hand is. Nou, wat is het dan fijn als je de wegenwacht, of in het buitenland zijn dat weer andere organisaties, kan bellen om even te komen helpen. Want je hebt geen idee wat er aan de hand is. Maar het kan ook zijn als je erg ziek bent. Je voelt je heel beroerd. Ja, wat moet je? Je klimt in de telefoon en je belt de dokter. Kan er iemand komen? Want ik heb hulp nodig. Maar dat kan ook zijn als het echt is misgelopen in je leven. Je gewoon iets hebt gedaan. Waarvan je weet, dit was echt niet goed. Misschien heb je een diefstal gepleegd. Dat je zo omhoog zat. Dat je dacht, ja, ik heb gewoon geld nodig. Heb je gewoon de boel opgelicht bij de bank. En op een gegeven moment is het ontdekt. Naar wie helpt je uit die narigheid? Nou, dan zou bijvoorbeeld een goede advocaat een hoop kunnen betekenen voor je. Dan heb je hulp nodig. En dat geldt voor jullie ook. Als je gevlucht bent uit Iran of Afghanistan of Bangladesh. En je bent in een ander land gekomen. Ja, wie helpt je? Dan heb je een goede advocaat nodig. Iemand die een goed woordje voor je doet. Maar ja, zeker als het gaat om iets wat we zelf hebben gedaan en wat we zelf hebben veroorzaakt, dan is het niet altijd gemakkelijk om te herkennen dat er iets is misgegaan in je leven. Dat je een fout gemaakt hebt, dat je iemand hebt opgelicht, dat je egoïstisch bent geweest. In onze tijd is dat heel moeilijk. We hebben soms in de politiek, hè, dat is natuurlijk makkelijk, dan staan we op een afstand, hebben we ministers zien worstelen om hun fout toe te geven. Nou, de afgelopen jaren hebben er verschillende ministers en staatssecretarissen af moeten treden, omdat er iets ontdekt was wat niet klopte. Nou, geef dat dan maar eens in alle eerlijkheid toe. Iemand zei eens, en dat is het volgende plaatje, Jasper, veel mensen hebben hun goede geweten te danken aan een slecht geheugen. Nou, dat zou inderdaad wat eens waar kunnen zijn. Dat we denken, nou, we doen het eigenlijk allemaal nog niet zo verkeerd, hè? Ja, maar dan zijn we zelf al lang vergeten wat er allemaal gebeurd is, toch? Er was iemand anders die zei, nou, om het een beetje dichtbij te brengen, soms zit het al in hele kleine dingen, als je het idee hebt, ik doe alles wel goed in mijn leven. Dat is het volgende plaatje, Jasper. Ben je ook zo'n iemand die misschien wel eens ergens een tafeltje in een restaurant heeft gereserveerd en gewoon niet eens opkomen dagen? Of ben je wel eens gebeld voor een actie, hulpactie, en er was geld nodig en je hebt een bedrag toegezegd, maar je hebt het nooit overgemaakt? Of je hebt misschien heerlijk zitten eten, onderweg ergens bij McDonald's, en dan staat er altijd zo'n vriendelijk verzoek, wilt u even dienblad opruimen, en je hebt het gewoon lekker laten staan. Of misschien was je stiekem bij de snelkassa, waar toch een duidelijk bordje staat, maximaal 7 artikelen, en jij had er 8, want je wilde lekker snel. Of hoe zit het eigenlijk op je werk? Zit jij tijdens je werk ook wel eens in de baasentijd je privé mail en je privé apps te lezen? Nou, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan, hè? Dus ik denk als we het heel dicht bij huis houden, dat we allemaal wel dingen hebben. Maar zegt, ja, dat was niet goed. En misschien is het ook nog wel wat meer dan dat. In China hebben ze een spreekwoord waarvan ze zeggen, er zijn twee soorten goede mensen. De een is dood en de ander moet nog geboren worden. Nou, dat klinkt wel heel somber aan het begin van deze dienst. En toch is het denk ik goed om hier vandaag ook te beginnen. Johannes schrijft namelijk in zijn brief dat je gemeenschap, verbondenheid met God mag ervaren. Dat is ook de reden waarom hij deze brief heeft geschreven. Hij zegt in vers 1 tot met 4, wat we gezien en gehoord hebben, dat verkondigen we u. En dan bedoelt hij dat hij Jezus heeft ontmoet. Dat hij Jezus heeft gezien, dat hij de woorden van eeuwig leven van Jezus heeft ingedronken. Hij heeft het gezien en gehoord. En hij zegt, ik schrijf deze brief, zodat jullie het ook weten. Dat er redding is, dat er een toekomst is, ongekend. Als je het gelooft, als je met beide handen aanneemt.
En hij zegt, wat er dan gebeurt, is dat er blijdschap in je leven komt. Dat is vers 4. Hij schrijft opdat die blijdschap volkomen wordt. Nou, dat is het doel. Maar, en dan gaat hij zijn brief schrijven, het eerste, en hij gaat nog een heleboel mooie dingen ons vertellen. En dat gaan we de komende weken lezen. Hij zegt, maar, die vreugde, het leven met God, er is iets wat dat in de weg staat. Hij zegt, en daar moeten we het eerst over hebben. Nou, dat doen we vanochtend ook. Laten we dat stukje wat we in de Bijbel hebben gelezen maar eens even langslopen. En dat is het volgende plaatje Jasper. Ik heb ze even onder elkaar gezet. We komen, als het gaat om dat leven met God, zegt Johannes, een groot probleem tegen. Maar er is ook een oplossing. En dan moet je natuurlijk vragen, wie zijn de gelukkigen? Zullen we eerst eens kijken naar dat probleem? En dat is het volgende, dit plaatje. Ja. Je leest in dit gedeelte, onder haverklap, om zo te zeggen, iets over zonde. Dat woord gebruikt Johannes steeds in deze verse. En hij zegt, laten we daar niet te gemakkelijk over denken, want wij zijn mensen die misschien gemakkelijk over onze fouten heen stappen. Hij zegt, maar dat raakt eigenlijk alles. Daardoor is alles in het leven in deze wereld misgegaan. En Johannes geeft in deze verse een soort analyse. Wat is er dan aan de hand? En hij zegt, het gaat niet alleen om zonde die je doet. Dat je wel eens wat verkeerds zegt of wat verkeerds gedaan hebt. Hij zegt, maar het zit in je hart, zo zijn wij. En dat is een rode draad die je in de Bijbel eigenlijk vindt. Dat wij als mensen zo in elkaar zitten, dat we het hart, om zo te zeggen, niet op de goede plek hebben. Je vindt dat ook in de brieven van Paulus. Als Paulus in Romeinen 3 daarover schrijft, dan moet hij als het ware de ogen openen voor zijn landgenoten. Want in hoofdstuk 1 en 2 zegt hij, heidenen, mensen die de God van Israël niet kennen, ja, dat zijn mensen waar je zonde ziet, dat zijn zondige mensen. En dan gaat hij hoofdstuk 3 schrijven, dan zegt hij in vers 9, maar zijn wij dan eigenlijk beter? Oei. En dan zegt hij, beslist niet. En dan bedoelt hij zichzelf en als een medelandgenoten, de Joodse mensen. We hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat ze alle onder de zonde zijn. Maar zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En in vers 23 zegt hij, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Ik zou willen zeggen, met een voorbeeld, je zou kunnen zeggen dat onze ziel, ons hart, als het ware ontwricht is geraakt. Het zit niet meer op de goede plek. Ik heb zelf, ik heb het wel eens verteld geloof ik ook, wel 4 keer mijn arm uit de kom gehad. Mijn linkerarm. En ja, dan ligt, is die van zijn plek. En dan functioneert die ook niet. En het doet ook nog fikspijn ook. En zolang die arm niet op zijn plek zit, functioneert die niet. Ik kan er niks mee vastpakken, je kan er niks mee doen. Het doet alleen maar zeer. Zo is het ook met je hart. Als dat niet op God gericht is en niet op elkaar gericht is, dan is het ontwricht geraakt. En dat is gebeurd. Zo zitten we als mensen in elkaar. Eigenlijk zijn we meer op onszelf gericht dan op God en op een ander gericht. Er is ook een onderzoek naar gedaan. En wat blijkt, als we ziek zijn, dan wordt het door 86% van de mensen in Nederland gebeden, terwijl ze het anders misschien nooit doen. Maar dan voel je beroerd. En dan moet je in jezelf denken. En dan hebben we God nodig. Maar zo zit ons hart in elkaar. We hebben het idee dat we er meer voor onszelf zijn dan dat we voor God zijn. En dan zegt Johannes, ja, dat is zonde. Dat is nou zonde. Je ziel, je hart is ontwricht geraakt. Functioneert dus niet zoals zou moeten. Want eigenlijk heeft God je zo gemaakt dat je in liefde voor hem en voor elkaar leeft. Maar wat we zien is vaak liefdeloosheid en egoïsme, dat je op jezelf gericht raakt. Dat is heel moeilijk om te zien. John Donne, een Engelse dichter, die zei eens, het oog ziet alles behalve zichzelf. Bedoelde hij mee, wij kunnen haarscherp zien wat er in het leven van een ander mis is. En daar een ander misschien ook mee confronteren, jij ook altijd met. Maar om naar jezelf te kijken en te zien wat er in je eigen leven mis is,
Dat is veel moeilijker. Nou, daarom moet Johannes er hiermee beginnen. Hij zegt, zien jullie het wel? Als je niet ziet dat je hart op de verkeerde plek hebt, dat je een zondig mens bent, maak je God eigenlijk tot een leugenaar. Hij gebruikt hele sterke woorden. Hij zegt, maar dan leef je in een droomwereld. Dan leef je in een droomwereld, dat is niet de realiteit. Dan zie je niet hoe het leven en hoe de wereld, hoe jij in elkaar zit. Want zo zijn wij als mens. Ik vond het heel bijzonder dat dat is ook verslagen geweest, dat in de processen in Nuremberg, na de Tweede Wereldoorlog, moesten de misdadigers in de Tweede Wereldoorlog berecht worden. Eén van hen was Adolf Eichmann. En wat gebeurde, er was een getuige bij die in het concentratiekamp had gezeten. En die herkende Adolf Eichmann ook. Maar wat gebeurde er tijdens de rechtszitting? Hij viel flauw. Nou, grote consternatie. En toen vroegen de mensen aan hem, wat gebeurde er met jou? Waarom viel je flauw? Hij zei, dat was omdat ik mezelf herkende. Ik keek naar Adolf Eichmann, en zo'n gewone man. Hij zegt, dat is net iemand als ik. Dus hij ontdekte eigenlijk op dat moment, ik ben niks beter. Ik ben net zo iemand. En ik had het net zo kunnen doen. Nou, dat is wat Johannes doet. Die laat ons even in de spiegel kijken. En hij zegt, we moeten het eerst hebben over hoe we als mensen in elkaar zitten. Dat onze ziel ontwricht is en we in ons leven eigenlijk veel meer op onszelf gericht zijn dan op God. Maar is er dan ook een oplossing? Gaan we naar het volgende plaatje, Jasper. Hoe zit dat dan? Dat is niet eenvoudig. En de Bijbel schrijft daar wel over en er is ook een oplossing voor. Maar het heeft ook even geduurd. En je ziet ook hoe pijnlijk dat moet zijn voor onze schepper, voor onze Vader in de hemel. Dat we hem zo in de steek hebben gelaten. En dat we elke dag nog gewoon zo onze eigen gang kunnen gaan. Dat is heel pijnlijk. En de Bijbel laat ook zien dat alle eeuwen door er offers zijn gebracht. Dat er wassingen zijn geweest in het Oude Testament om toch, net zoals ik dat t-shirt liet zien, om je leven weer schoon te maken, want zo wil je toch niet. Maar dat was niet eenvoudig. Maar God heeft een plan bedacht. En toen heeft hij gezegd, er moet iemand komen die de schuld op zich neemt. Want zo is het toch. Als bij jou van de week de buurman binnenkomt en je hebt misschien heel leuk contact met elkaar, en je eet misschien eventjes met elkaar. En op een gegeven moment loopt hij naar buiten. Hè, want je neemt afscheid van elkaar. Per ongeluk misschien stoot hij een kostbare lamp die je daar op de reservoir hebt staan. Stoot hij om en valt in 1000 stukjes. Hoe gaat dat dan? Denk je even in. Hè? Dan zegt die buurman, dat is wel naar, hè, want dat is een mooie lamp. Nou, sorry. En hij gaat de deur uit en zwaait nog eventjes. Zou je dat nemen? Ik heb de indruk van niet. Ik denk dat het anders gaat. Waarschijnlijk zal de buurman zeggen, hoe heb ik dat kunnen doen? Ik keek helemaal niet uit. Kan ik ervoor zorgen dat je nieuwe krijgt? Kan ik het vergoeden? En waarschijnlijk zeg je, dat zou fijn zijn. Hè? Want er is iets kapot gemaakt. Dat moet toch weer betaald worden? En zo is het denk ik ook in deze wereld naar God toe. Wij hebben zoveel kapot gemaakt. En wie gaat dat betalen? En God heeft gezegd, ik zal het betalen. En dat is uniek in de wereld, om zo te zeggen. En als je het vergelijkt met andere godsdiensten. In het boeddhisme is het, jij zondigt en jij betaalt. In de Bijbel staat, jij zondigt, ik betaal. En dat is nou genade. En hoe staat er in deze tekst ook, dat God dat op een bijzondere manier doet. Dat Jezus Christus zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha en daar de schuld betaalde. En nu is Jezus onze advocaat, staat er in de tekst. Hè? Dat staat in vers 1. We hebben een voorspraak bij de Vader. Daar staat in het Grieks het woord parakleet. In heel veel vertalingen is dat blijven staan. Dat is een heel sterk woord. Je kunt ergens bij de Joodse schrijver Philo lezen. Dat Joden in Alexandrië in Egypte een groot probleem hadden.
en eigenlijk heel slecht behandeld werden. En dan zoeken ze bij de keizer in Rome steun, maar dan hebben ze een parakleet nodig. Een goede advocaat die hun zaak in Rome bepleit. En die hebben ze gevonden. Met andere woorden, het is niet zo erg, zou ik bijna zeggen, als je een groot probleem hebt, als je maar een goede advocaat hebt. En dat is nou wat de Bijbel ons vertelt. Wij hebben best een probleem met elkaar. Maar er is gelukkig een hele goede advocaat. De beste die je in kunt denken. Gods eigen zoon, Jezus Christus. Hij wil voor je pleiten. En dan moet je erop letten wat er staat. Er staat, we hebben een advocaat bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige, staat erbij. Wat houdt dat in? Want hoe gaat dat dan? Hoe stelt u zich dat voor? Als wij ons misgaan in ons leven, is het dan zo dat Jezus zegt tegen God, de Vader, wilt u het alstublieft door de vingers zien? Het is wel gebeurd, maar wilt u het vergeven? Maar dat is niet wat er staat. Er staat Jezus te rechtvaardigen. Want in die situatie zou je eigenlijk moeten afwachten of God genadig is. Je weet het niet. Maar er staat Jezus Christus te rechtvaardigen. En dat betekent dat Jezus, om zo te zeggen, een punt heeft. Laat ik het zo maar even noemen. Jezus heeft een reden om vrijspraak te vragen voor ons. En te zeggen, o God, vergeef het. Want de schuld is al betaald. Het zou wel heel raar zijn. Nog even het voorbeeld van die buurman. Als die buurman zegt, ja, het moet betaald worden, maar ik heb geen geld. Dan komt er een vriend van de buurman die zegt, ik zal het voor je betalen. En je krijgt keurig de 50 euro, weet ik veel, die die lamp heeft gekost. Dan zou het toch wel raar zijn als die buurman alsnog ook een keer dat bedrag moet betalen. Dat hoeft niet, dat is niet nodig. Je hebt het al vergoed gekregen. Zo is het dus bij Jezus ook. Hij staat er bij God voor ons te pleiten. En zegt, Vader, het is al betaald. Vergeef het. Want ik heb mijn leven gegeven aan het kruis van Golgotha. De schuld is weggedaan. Nou, dat is nou evangelie. Een goede boodschap, zegt de Bijbel. Het evangelie is, er is iemand, de beste vriend, zou je kunnen zeggen, die je maar kunt indenken, die zegt, ik heb voor jou betaald. Ik ben je advocaat en ik ga voor jou pleiten. En wie zijn dan de gelukkigen? Dan kom ik bij het laatste, Jasper. Want wie kan een goede advocaat betalen? Dat geldt ook voor jullie. Als je een advocaat nodig hebt, dat kan heel veel geld kosten. Misschien heb je wel eens met een advocaat te maken gehad, bijvoorbeeld in een scheiding. Ik hoop van niet, maar dat kan. Nou, dat uurtarief, dat ligt er niet om. Dat kan heel behoorlijk oplopen. En als je dan een goede advocaat wilt hebben, dat is niet te betalen. Hoe kunnen wij ooit een advocaat betalen die bij God in de hemel voor ons zal pleiten? Dat is niet te betalen. Onze schuld is zo hoog opgelopen, dat kunnen we toch niet betalen, zo'n advocaat. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Wat heb je dan nodig om Jezus als advocaat te krijgen, om vrijspraak te krijgen? En dan is er een groot verschil tussen het christelijk geloof en alle andere geloven in de wereld. En ik heb dat ook met zo'n plaatje aangegeven. Ik weet niet of het kan zien. Daar hangt iemand aan een tak en die krijgt een hand toegestoken. Die wil hem, als het ware, uit het ravijn, uit die benarde situatie verlossen. En op die zak staat hoogmoed. Trots. In alle andere godsdiensten is het zo dat je vrijspraak bij God krijgt als je met goede werken komt, als je een goed mens bent, een heel goed mens bent. Dan heb je, om zo te zeggen, de hemel verdiend. In het christelijk geloof is dat anders. Daar is het niet zo dat alleen maar goede mensen die het goed gedaan hebben in hun leven welkom zijn. In het christelijk geloof is alles wat je nodig hebt, niks. Niks.
enige waar God naar kijkt is nederig mensen. Mensen die zeggen, ik heb hulp nodig. Alsjeblieft, is er een advocaat die voor mij kan pleiten, die me kan helpen? Want echt, als ik kijk naar mijn leven, is er zoveel misgegaan. Maar wat wil ik graag? Dat ik mag leven met God. Nou, dan kan ik u en jou zeggen, dan heb ik goed nieuws. Er is een advocaat, de beste die er is. De rechtvaardige. Hij heeft voor jou de schuld al betaald. En dat zegt hij ook tegen zijn vader. En dan hoeft het niet nog een keer betaald te worden. Als je dat ontdekt, dan ben je toch ontzettend blij. Als alle boetes, om zo te zeggen, die je in je leven hebt opgelopen, als er een streep door gaat. Heerlijk, ik hoef het niet te betalen. Nou, dan zegt Johannes, als je dat ontdekt hebt, dan ga je ook die liefde waarmee je gevuld wordt, als je gaat ontdekken hoeveel God van je houdt, dan ga je dat ook aan anderen geven. Dan ga je ook van anderen houden. Dat kan toch niet anders. Als je ziet hoe groot de liefde van God is. En daaraan is te merken of je het ontdekt hebt. Dus wat wij in liefde doen, Johannes noemt dat je aan de geboden van God houden. Als je dat ook gaat doen, ja, dan wordt het ook zichtbaar dat je zo blij en dankbaar bent dat je met God mag leven. Ik vond dat heel bijzonder terug, daarmee wil ik afsluiten, dus volgende plaatje, Jasper. In wat ik las over het schilderij, wat heel bekend is geworden natuurlijk, van Leonardo da Vinci, van het laatste avondmaal. Weet u hoe lang die erover gedaan heeft? 7 jaar. 7 jaar. En hij is begonnen met de figuur van Jezus te schilderen. Daar begon hij mee. En iedere keer weer zocht hij modellen die voor hem model konden staan. En dan had hij de gezichten om te schilderen. Zo ging hij op zoek naar iemand die model kon staan voor het gezicht van Jezus. En op een gegeven moment ontdekte hij een jongen, 19 jaar oud. Nou, dat gezicht zag er zo, onschuldig uit. Zo vriendelijk, zo vrolijk nog, zo mooi, zo gaaf. Hij dacht, ja, die kan wel model staan voor de figuur van Jezus. Toen het klaar was, toen heeft hij de apostelen geschilderd. Nou, dat heeft 7 jaar geduurd. En de laatste die hij schilderde was Judas. Maar toen had hij een model voor Judas nodig. Wat deden ze? Vrienden van hem die gingen op zoek in de gevangenis. Want daar zaten natuurlijk de boeven. En je wilde natuurlijk iemand met een boevengezicht hebben. Een bedorven, een slecht uiterlijk. En op een gegeven moment hadden ze iemand. Ze zeiden, nou, jij mag meekomen. En die stond de model voor de figuur van Judas. Nou, toen hij klaar was met schilderen, toen mocht die man weer terug naar de gevangenis. En toen tikte hij op de schouder van Leonardo. En toen zei hij, kent u me niet meer? Nee, zei hij, ik heb jou nooit gezien. Jawel, zei hij. Ik was die jongen die u had uitgekozen om het gezicht van Jezus te schilderen 7 jaar geleden. Maar dat geeft aan hoe wij als mensen zijn. Hoe het zomaar kan veranderen. En waar wij in ons leven mee zitten, dat is ons probleem. Iemand heeft dus gezegd, we hebben alles verbeterd. We hebben de hele wereld verbeterd, behalve onszelf. En ik denk dat dat maar al te waar is. En weet je het van jezelf ook niet. Laten we het vandaag eerlijk naar God toe belijden, waar Johannes het over heeft. Dat we zeggen, Heer, Vader in de hemel, is er in mijn leven veel misgegaan, ook de afgelopen periode. Maar ik moet het u belijden. En dat we mogen vragen aan Jezus. Wilt u mijn advocaat zijn? Wilt u vrijspraak voor mij bepleiten? En Johannes zegt, dat is het goede nieuws dat ik heb. Je mag op hem een beroep doen. En alles wat je nodig hebt, dat is niets. Je hoeft alleen maar te zeggen, Heer, help me. Vul me met uw liefde en uw genade. Ik hoop dat dat vandaag ook jouw gebed is. Amen. Zullen we samen zingen, Mijn Jezus, mijn Redder.
Kort wil ik nog een paar dingen noemen over de betekenis van het avondmaal. Bij het avondmaal denken we met dankbaarheid aan dat wat Jezus Christus aan het kruis voor ons heeft gedaan. Dat hij daar zijn leven wilde geven. En zijn offer verzekert ons van zijn grote liefde. En daarom wil hij ook dat we het avondmaal vieren om daaraan te denken. En daarbij stil te staan. In het evangelie van Lucas lees je dat Jezus bij de instelling van het avondmaal zegt: ik heb er vurig naar verlangd om deze maaltijd met jullie te eten, voordat de tijd van mijn lijden aanbreekt. Met andere woorden, zijn hart, zijn liefde gaat naar ons uit. Nou, dat vervult je met grote dankbaarheid en vreugde, dat Jezus ons een nieuw en eeuwig leven wil geven. Nou, deze geweldige redding mogen we als broeders en zusters van één groot gezin vieren bij het avondmaal. Dan worden we versterkt en bemoedigd in ons geloof. En de redding van ons leven wordt zichtbaar gemaakt. Bij het avondmaal wil Jezus ons geloof door de Heilige Geest te sterken om met nog meer vreugde, dankbaarheid, hem te dienen. Nou, laten we zo ons heil van hem verwachten. En als wij onze zonden belijden en onze redding met Jezus Christus zoeken, dan zijn we bij hem welkom. Dan zal hij ons aan zijn tafel verzekeren van zijn liefde en trouw, en dan deelt hij vergeving van zonden uit en eeuwig leven. En dan ervaren we door de Heilige Geest ook de eenheid met onze gastheer. Zoals Paulus ook ergens zegt: met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Nou, die geest verbindt ons ook aan elkaar. Omdat het één brood is, zijn we, hoeveel ook, één lichaam. We hebben immers al een deel aan dat ene brood. Nou, zo genieten we aan de tafel van de Heer Jezus de voorrechten die we nu al in Christus hebben. En we denken ook aan de toekomst. Want Paulus zegt dat we de dood van de Heer moeten verkondigen totdat hij komt. Wij zien dan ook uit naar de terugkomst van Jezus en naar de bruiloft van het Lam. Zo wordt hij genoemd in de Bijbel. Waar hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn vader. En ons gebed mag dan ook zijn: amen, kom Heer Jezus. Ik denk dat het goed is om ook eerst in gebed te gaan en zo onze zonde, ons leven, zondige leven voor God neer te leggen. Zullen we bidden? Heere onze God, Vader in de hemel, wij danken u voor het geschenk van het avondmaal. En we danken u voor uw grote liefde die u ons in Jezus Christus bewezen hebt. We danken u, Heer Jezus, dat u voor ons wilde lijden en sterven. Laat ons meer en meer de waarde zien van het offer dat u bracht. Wij verwachten ons heil van u. En we belijden u onze zonde en komen met onze schuld bij u. Want u bent het ware brood uit de hemel. Voed ons, vermeerder ons geloof en geef dat we niet twijfelen aan uw belofte. En we danken u, Heilige Geest, dat u ons wilt reinigen, schoonmaken. Maak ons leven nieuw en geef dat in oprechte liefde voor God leven, dat we elkaar lief hebben en laten zien in onze daden. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, om Jezus wil. Amen. Zullen we ook ons geloof beleiden en erbij gaan staan? Want dat is avondmaal vieren. Opnieuw je geloof beleiden en zeggen dat je van God houdt. Spreek dan in uw hart met me mee: ik geloof in God de Vader. Hij is de Almachtige. Hij is de schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. Hij is onze Heer. Hij is ontvangen van de Heilige Geest. Hij is geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Maar op de derde dag is hij opgestaan. En hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. En vandaar zal hij terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof ook in de Heilige Geest. En ik geloof de Heilige Katholieken, dat is de algemene en universele kerk. De gemeenschap der heiligen en de vergeving van de zonde. De opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Zullen we als lied van belijdenis met elkaar nu zingen, staande zingen, lied 263.